Ik heb Omar zien bij ons in start als artikel 60 via het OCMW. En dan viel mij al meteen op dat Omar echt wel vooruit wou op het gebied van Nederlands. Het was eigenlijk een vrij gesloten man, maar die is ondertussen echt wel opengebloeid. Ik heb hem onlangs nog eens tegengekomen, een korte babbel mee gehad op de werkvloer. En het verbaasde mij hoe ver dat hij ondertussen nog is, ik denk bijna een jaar bij ons weg, dat hij toch nog heel hard vooruit is gegaan. Omar die heeft bij ons een tweetal jaar gewerkt. Op die twee jaar heeft hij al heel grote stappen gemaakt. Dus Omar is eigenlijk echt wel het voorbeeld dat je op twee jaar echt wel heel ver kan geraken op het gebied van Nederlands. Ja, das ist mein erster Kerl. Ich war nur hier in der Station Central. Ich nicht begreife nicht das System. Ich war mit meinen Freunden wandeln so binnen der Stadt, binnen der Station Central. Ich hörte Andacht. Ich wusste nicht, was bedeutet. Ich frage meinen Freunden, was bedeutet Andacht? Diese Teil, ich begreife nichts. Toch hebben we hem nog ingeschreven voor Werkplan Nederlands, omdat hij daar zelf achter vroeg. Hij was heel gemotiveerd om zijn Nederlands te verbeteren. En hij leek ons ook sowieso de geschikte kandidaat, omdat dat ook een heel goede voorbereiding is op zijn job nu bij de stad. Altijd Nederlands praten, de andere mensen begrijpen niet Frans, niet andere taal moet motiveren. Praten Nederlands aan de collega. De werkplanning is Nederlands. Je moet motiveren om te praten met de Nederlands, leren, de krant, kijk de televisie. En altijd vertel de mensen, kan je niet begrijpen, je vraagt de mensen wat betekent zo. En dan de mensen gaan helpen. Ja, toen was ik nieuw hier, is moeilijk. Maar nu een probleem. Ik heb alleen 4 jaar en een beetje maanden in België. Vroeger was ik nieuw hier, ik begreep niks meer. Maar dank je van de mensen hier me helpen. Ik heb begonnen daar artikel 60, een jaar en een half. En dan gedaan, ik kreeg daar was. Ik heb gewerkt 8 maanden, ik solliciteerde met de stad Antwerpen. Ik was in de bel met de andere collega's, samen zitten daar met de test maken en dan kreeg daar een ander contract. Ik heb begonnen met de stad Antwerpen. Ja, de werkplanning in Nederlands, ik was daar in oktober met mijn collega van Werkhaven en de andere collega van de stad. Ik heb begint daar in oktober, maar is goed, super van de beste leraar, Floris. We zitten samen, hij vertelt ons wat moet doen, wat kan doen. Vroeger, ik begreep niks over de werk, maar nu ik perfect voor me. Ik altijd vroeger stuurde ik hem op mijn gsm via WhatsApp of Facebook. Ik werk 8 uur en dan s'avonds ga ik naar school 3 uur of 3 uur en een halfje en dan terug naar thuis. Ik wil motiveren voor praten Nederlands. Ik spreek Wolof en Serer.
in Senegal en Frans ook. Ik een beetje Spaans, Italiaans, niet perfect, maar kan je spreken. Ik heb begrepen een beetje. Guy is een goede baas ook. Salut, groeten van werkgevers, de mensen.